Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En met deze video ga ik het hebben over online verschillende businessmodellen. En ik ga een paar ranken en welke het beste zijn. En wat de voor- en nadelen zijn en welk businessmodel het beste bij jou past. Dus laten we daar gelijk induiken. Nou, dropshippen natuurlijk. Daar zie je natuurlijk honderden video's van mij al van online komen. En ja, laten we even de voor- en nadelen pakken van dropshipping. Nou, je kan dus werken met een leverancier, rechtstreeks naar je klant. Dus het heeft redelijk lage opstartkosten, maar het heeft wel wat meer concurrentie afgelopen jaren gekregen, waardoor het dus moeilijker is om op te zetten. Je bent heel erg afhankelijk van het testen van nieuwe producten en het vinden van een winstgevend product. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de voor- en nadelen van dropshipping. En daarin heb je natuurlijk een advertentieplatform, ben je heel erg afhankelijk van paid ads die je moet runnen om een winnaar te pakken, een winstgevend product. Tuurlijk kan je TikTok organic runnen, maar dat is zo'n lange termijn strategie dat veel mensen dat niet doen. En bijna iedereen zich focust op paid ads via platformen als Facebook, TikTok, Pinterest, die elk jaar eigenlijk alleen maar duurder en duurder worden. Of in ieder geval, dat het meer kost om aan dezelfde mensen te laten zien. Oké? Daarnaast heb je natuurlijk verkopen op Bol. Wat zijn een beetje de voor- en nadelen van verkopen op Bol? Nou, verkopen op Bol heeft natuurlijk het voordeel dat het zonder ads is. Je hoeft niet per se ads te runnen. Alleen nadeel is wel, je hebt wel echt voorraad nodig. Tenzij je dropshipt binnen Europa. Maar daar zitten ook nadelen aan vanwege de levertijd. Ja, dus dat eigenlijk dat je geen ads hoeft te runnen. En dat Bol eigenlijk automatisch verkeer richting jouw productpage richt. Dus je hoeft eigenlijk zelf geen marketing te doen. Je hoeft alleen een product research te doen. En de product listing, dus de producten erop te zetten. Wat dus nice is, maar het zijn een aantal nadelen, zoals dat je maar 2 keer per maand uitbetaald krijgt. Bijvoorbeeld dat Bol redelijk strenge regels heeft, dat je niet je eigen klanten opbouwt. Dus ja, daar zitten eigenlijk de voor- en nadelen in. Dan hebben we nog agencies. Dus ja, letterlijk dat jij bepaalde werkzaamheden doet voor een ander. Dus laten we zeggen het editen van video's, video ads, agency, video content agency of Facebook Ads Agency of in ieder geval Marketing Agency of Website Agency of AI Agency. Er zijn zoveel verschillende AI agencies en verschillende agencies in het algemeen. En het grote voordeel hiervan is dat het jou weinig kost om dit op te zetten. Het zit hier super weinig kosten aan, alleen je bent wel afhankelijk van klanten. En hoe ga je die klanten vinden? Welke resultaten heb jij zelf al behaald? Dus dat is wel een hele belangrijke naar mijn mening, is dat je zelf al bepaalde resultaten hebt behaald in een bepaalde industrie voordat je daar in een agency start. En veel mensen die starten eigenlijk gelijk een agency zonder enige kennis en ervaring. En dan zie je dat het echt snel fout kan aflopen. En hoe ga je deze klanten ook aantrekken? Waar ga je deze klanten vinden? Dat is wel het stukje waar veel agencies tegenaan lopen. Hoe haal ik deze klanten binnen? Is dat via organische marketing? Is dat via paid ads? Okay. Dan hebben we nog bijvoorbeeld een stukje coaching, wat ik zelf ook nog doe. En dat is mensen helpen van punt A naar punt B. En het grote voordeel hiervan is dat hier hele lage opstartkosten mee zijn. Dat high ticket is dat mensen bereid zijn duizenden euro's te betalen voor een fix. Het nadeel is wel dat het eenmalige klanten zijn vaak. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de verschillende businessmodellen die bij mij nu opkomen. En laten we er nog even een paar pakken die je nu tot me opschieten. Bijvoorbeeld traden van crypto's of traden van een forexmarkt. Ja, dat is natuurlijk een markt waarin je zelf eerst veel kennis mee nodig hebt. En je moet zelf ook elke dag aanwezig zijn in die business. En het is eigenlijk niet eens een business. Jij bent gewoon eigenlijk een loonslaaf. Het is moeilijk te automatiseren. Dus ja, ik heb zelf nooit echt getraden. Ik heb wel veel crypto in bezit en veel aandelen momenteel. Maar het is allemaal long term. Dus ik kan er ook moeilijk over zeggen wat echt precies de voor- en nadelen zijn natuurlijk. Dan heb je nog andere businessmodellen die mensen doen. Een stukje YouTube automation. Dus waarin je video's plaatst op YouTube en daardoor geld wil verdienen. Ja, je moet gewoon heel veel video's testen. En je moet gewoon een beetje geluk hebben ook dat er eentje hit, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Voordat iets oppopt. Dan heb je nog dingen als social media management. Dus het managen van een social media van andere influencers of bedrijven, et cetera. Waar je ook een bedrag voor kan krijgen. En dat zijn eigenlijk de meest voorkomende online business modellen die ik voorbij heb zien komen, die ik zelf heb gebruikt en welke daarin eigenlijk het beste zijn. En je zal het weer niet raden, maar mijn mening blijft gewoon lekker bij Shopify branded dropshipping en past dat iets minder goed bij je,
verkopen op Bol. Dat zijn eigenlijk de twee manieren om de Matrix te escapen, zoals iedereen altijd zegt, om echt vrijheid te ervaren in je leven. Dus ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze info. Like en abonneer, want 90% van jullie is nog steeds niet geabonneerd. En dan check je weer bij een volgende video. Ciao, ciao.